Oké, we gaan nu met Stefan even kijken naar de verschillende onderdelen van de techniek die worden gebruikt, of die zijn gebruikt bij productie van met name Jab Jab. En dan hebben we de B. Maar we willen eerst even weten wat hier allemaal staat. Want er staat nogal wat apparatuur die je bij het produceren van de plaat gebruikt hebt of een gedeelte hebt gebruikt. Ja. Allereerst, je werkt met Pro Tools? Ik werk met Logic, Ableton en Pro Tools. En daar, want in de studio, je werkt vaak samen met Hans Raafstein van Studio Groenland. Ja. Dat heeft dus ook te maken met wat hij heeft staan, want jij levert sessies aan hem aan. Ja, ik lever de Pro Tools sessies aan hem. Of als het alleen maar in Logic gemaakt heb, heb ik gewoon de bounce van de audio. En dan bounce ik, of dan geef ik de bounce in verschillende, de drums, de synths, de core, de vocals, geef ik dan aan hem. Dan maakt hij er een environment van. Dus doet hij het voor zijn mix ding. En als ik het op Pro Tools maak, maak ik het eigenlijk zo sec mogelijk alleen twee uit. Zodat hij zijn eigen routingen kan doen. Dus ik maak al mijn routingen, zet ik weer neutraal, zodat hij zijn eigen routingen kan toevoegen. Dat betekent dus ook dat hij niet, dat je niet werkt met VST's die daar nog in hangen of iets van die strekking die hij dan nog heeft draaien? Nu wel. Nu hebben we vooral Pro Tools, hebben we gewoon bijna dezelfde setup. Okay. Dus gewoon vaak heel vaak dezelfde plugins die we gebruiken, Galma en zo. Maar dat is ja ook helemaal vrij om dat aan te passen en zo. Hij past het natuurlijk helemaal aan als hij het mixt. En dan, zal ik maar zeggen, wat ervoor hangt. Want je hebt een hoop oude spullen, zou ik maar zeggen. Ik zie hier volgens mij een MOOC staan en nog wat andere. Dat is een MOOC Sub 37. Gewoon synth en lijntjes te maken, zeg maar. Gewoon de sounds te maken. Ik heb hier een tube tracker, een tube Teal Audio. Daar doe ik heel veel drums mee. Synths doe ik, haal ik hier erheen. Je kan hem heel mooi over de zeik zetten. Buizen gestuurd. Heb ik een Studer. Oude Studer. Oh. En die gebruik ik veel voor vocals en bas. En soms voor gitaar. Warmte geeft. Heel veel warmte zit hierin. Voor bij mijn al mijn drumdingen doe ik met Electron Rhythm. Van Electron. Die stuur ik VST aan. Gewoon via Logic. Dan werk ik dus vaak in Logic. Voor de synth, extra synth, de diepe synth heb ik een Studio Electronics, een SAX 1. De jaren 90 hip-hop machine, bak. Heel mooi laag. Ik vind dat echt, ik ben heel fan van deze machine. En ik heb ook een SH101, die staat daar nu even daar. Die gebruik ik niet zoveel, maar dat heeft ook wel de diepte van de bassen, zeg maar. Maar ik vind dit lekker. Daar kan je ook allemaal goed aansturen, allemaal goed mee laten lopen via MIDI. Dan heb ik eigenlijk natuurlijk intern gebruik ik veel gewoon de natives en de normale standaard plugins, zeg maar, voor synths te maken. Een Fender Rhodes. Heb ik op dit moment stuur ik een Aurora 16, die veel MIDI is, vind ik voor drums heel mooi. Die stuurt ADAT uit naar mijn Apollo en daar komt het binnen op mijn Apollo. Dus heb ik 16 Apollo 8P's, heb ik 8 preamps. Dat ik eigenlijk ook mijn preamps kan kiezen in mijn environments en zo. Wat er, als ik iets wil opnemen of iets wil mixen. Ja, want in die Apollo daar hangen ook weer allerlei VST's. Of die, dat zit erin, hè? Dat zit erin. En die gebruik jij. Want is het nou zo dat jij een gedeelte van de plaat van Jab Jab hier hebt afgemixt? Of is dat in zijn geheel bij Hans gebeurd? Nee, Hans mixt alles af. Ik mix niet. Ik kan wel een beetje mixen en ik mix ook wel eens, maar ik wil altijd een extra oren hebben van mensen die gewoon het goed, het hoog bepalen en de druk bepalen en de compressie bepaalt en zo. Maar ik maak wel alle beats al echt helemaal in klaar hoe het vindt dat het moet gaan klinken. Dat doe ik wel. Dus alles is al helemaal lined up, schoongemaakt. Nog niet altijd alles soms getuned met vocals of helemaal rechtgezet soms. Denk ik, nou, dat is wel lekker. En dan zegt hij, ja, maar dan dat doet hij dan even als het eruit popt te veel. Als je te veel compressie krijgt en het blijkt toch niet zo te werken, dan zet hij dingen even goed nog goed of zo. Dus, dus ik lever alles heel kaal aan, maar wel met de effecten. Soms met effect en soms met sound bounce ik het al. Dus ik kom al in de richting. Dus de mix staat eigenlijk al heel droog. Ja. En even kijken, en dan doet Hans doet de mixing. Ja. Zit jij daar dan ook bij? Nou, soms wel. Ik kom er langs. Hij maakt een setup van liedjes en dan komen we bij me
elkaar. En dan gaan we over een liedje heen en zeggen, nou, dat moet anders, dat moet anders, dat moet, dat kunnen we doen, of dit kunnen we doen, of dat kunnen we doen. Ja. Oké, okay, dan misschien even wat meer specifiek. In nou, je hebt een van de nummers van Jab Jab klaarstaan. Ja. Want jij werkt met wat dan tegenwoordig stems wordt genoemd. Dus eigenlijk individuele tracks. Stems die maak ik natuurlijk altijd. Ik laat altijd stems maken van de mixes. Maar ik heb alle individuele tracks zijn eigenlijk gewoon alle losse tracks samen. Dus het hele plaatje. Ja. En dat worden stems. Die krijg ik dan terug van Hans. Oh, de stems. Juist. Ja. En die kan je dan ook, als je bijvoorbeeld je drums of je ding toch niet goed vindt, kan je dat nog even veranderen. Ja. En ik zet eigenlijk alles op precies gewoon zo als ik wil dat het klinkt. Dus als je dan deze aan zou zetten, dan echt in het midden, dan heb je het dan. Dus alles is droog. Er zit nog geen echt ruimte op die je dan eigenlijk mixbare ruimte. Soms zit er wel een effect op, maar nog niet. Of een delay. Maar nog niet echt. Soms mix ik of bounce ik mijn effecten mee. Als ik denk, vind ik wel mooi, maar misschien gaat dat niet werken voor een mix, dan bounce ik dat mee. Ja. Maar als ik echt overtuigd ben, dan doe ik het dan. Maar dat betekent dan dat je twee tracks aan hem aanlevert. Ja, dus ja, dat je zegt van, nou, dit is eigenlijk hoe ik wil dat het klinkt. Ja. Maar is het bruikbaar? Ja, bijvoorbeeld gitaareffect. Ja. Bijvoorbeeld zo. En ja, dan kan hij zeggen, ja, maar dat vind ik niet zo mooi, want ik wil een andere delay erover. En dan het werkt beter voor de mix. Ja. Dan alles is wel redelijk schoon. Nou, dan heb ik bijvoorbeeld ik begin dan bijvoorbeeld met een drum idee. En dan, kijk, dat is hier zo, een drum ideetje. En dan zitten er al soundjes bij en roffeltjes bij en cymbeltjes bij. En hier zit dan een live beat bij hieronder van brushes. En deze beat is gemaakt in een van de, in de links of in de... Deze beat heb ik gemaakt, gewoon geprogrammeerd. Eigenlijk ook meegespeeld. Eerst als een soort live beat. Wat is een soort ballad, was het. Dat was eigenlijk eerst dit. Ik zal het even draaien. Zo. Dat was eigenlijk eerst een brushje met een klik. Ja. Met één kick. Met deze kick. Dat was het eerst. Bij de demo. Ja. Dus dat heb ik live ingespeeld. Dus dan moet je je voorstellen dat je dan een synthbass erbij hebt. Dan zou het met de gitaar. Oh, zo. Zo zou het opgenomen. Ja. Dus dat is, zeg maar, jouw basis? Dat is mijn basis. En dan vervolgens ga je aan het produceren, ga je de dingen aan toevoegen. Ja, nou, dan begin je bij de drums, begin je met je kicks. Met je kicks, nou, dan denk je van oké. Okay. Hoor je een kickje met een beetje een soundje erbij? Hoor je dat? En dan wordt laag. Nou, dan doe je een snaretje erbij. Ook zet deze weer even aan, deze beat, deze live beat. Meestal speel ik heel veel dingen live in met elektronica, met de beat. Dus ik wil zoveel mogelijk. Dus heb je dan een touchpad of iets wat je daarvoor gebruikt? Ja, doe ik gewoon op mijn touchpad. Doe ik dit dan. Doe ik de hele track. Speel ik dan zo live in. Ja. Of met een keyboardje of zo. Of met is het gewoon met elektron. Dan reageert heel goed. En dan het is heel makkelijk eigenlijk. Dus dan, en dan wil ik het ook zo live mogelijk houden. Nou, dan heb je een soort trap, hi-hat, hoog. Frequentie, laag, mid, hoog. Wat kan daarin kwijt? Ten opzichte van de band. Al die symbooltjes, die speel ik ook gewoon mee. Ja. Soms maak ik een setup met cymbals, stereo, en doe ik gewoon dit. En dan zet ik ze gewoon onder, om een stereobeeld te krijgen. Ja. Soms maak ik ook wel eens tomfills met, dan draai ik aan mijn VST, gewoon aan de pitch, en doe ik toe, doe, 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 doe. Ja. Met één ding, dus dan krijg je gewoon... nou, dan heb je de beat. En dan...
redelijk vol allemaal, hè, voor je gevoel. Maar als je dan de stem hoort, dus nu gaan we terug naar de stem van de drums. Dus de drums is dan zo gemixt. Hierdoor de ruimte gaan al die plekjes worden bij elkaar gezet. Nu wordt het één geheel, echt een percussief-achtig geheel. En bij jou is de groove, zeg maar, alles wat je nu met percussie en drums doet, dat is voor jou altijd de basis? Is dat iets waar jij al als eerste altijd aan gaat werken? Ja, de bas en de drums. Dat is het eerste waar ik aan werk. Altijd. En dus als je dan, nu halen we de bas erbij. Nou, de bas heeft een basmelodie aan het begin, dus hier. Dus we krijgen nu een basmelodie. Dat is... Zit met de kick mee. Niet helemaal om elkaar, maar dat is lekker. Een lange bas. Laag, het sub. En deze bas, is die live ingespeeld of is dat iets wat Sean doet? Of is deze. Dat, oh, dat is die. Ja. En die. Ja. En ook weer met touchpad ingespeeld of met je... Gewoon een keyboardje. Keyboardje. Ja. En het lachen. Bij deze hebben we er ook een tuba onder gezet. Kun je die solo zetten? Bijna clownesk zo, hè? En die heeft gedubbeld door... in elkaar gemixt. Nou, als je dan weer, als je dan weer naar de stems gaat... dan heb je hier de... even zoeken hoor. De basstem. Tot één geheel geworden. De tuba zit erin, maar je hoort hem bijna niet. De keuze is aan Hans, aan de engineer, om iets weg te laten of om iets, hè, daar kan er niks bij voegen, maar van nou dat werkt wel, dat werkt niet. Dus je moet hem meer geven dan dat er is. Dus je moet een soort frequentie denken. Het hoog, het mid, het laag en het sub in de baspartijen. Samen met de kick. Hoe werkt dat dan? Die kick is vrij plopperig, expres, om die synth aan te sturen. Nou, dan komen we bij de gitaar. Dat is eigenlijk de essentie van het liedje. Hier is het allemaal mee begonnen. En omdat we Caribisch zijn, dachten we van wauw. En we een ongelooflijk leuke penspeelster wisten. Die pen, steelpen speelde. En die hier toevallig was, studeerde. Een jong meisje, een vriendin van Nicole. Hebben we datzelfde door een pen laten doen. Dus dit is een steel pen. Best wel lastig te spelen ook qua stemming, qua boventonen. Dus dat moest samengaan met die gitaar. Dat is dus eigenlijk de weelderigheid van de ritmesectie. En om het geheel... Er zit
zitten hele kleine sintjes in. Hè, omdat het dan productie, als je een liedje maakt en je wil een verse iets anders laten klinken, dan komt er iets bij of dan gaat er iets af. Dan ga je niet copy-paste het A'tje en het B'tje doen. Je zorgt dat er altijd verandering in plaatsvindt. Dus dan op een gegeven moment... Dan heb je hier een soort synth-lijntje. Om een soort kleur te geven. Maar dat staat allemaal in een heel zachte dingetje. Als je dan weer naar de stem gaat van de gitaar... dan heb je hier de percussie... En de gitaar. Er zit toch wel een stem bij, maar dat is een effect. En zo klinkt dan de weelderigheid. En begrijp ik het goed als je, dat als je dit proces doorloopt, dat je dus dan de tracks aanlevert aan Hans, die bepaalt... Samen met jou. Wat werkt, wat niet werkt. Maakt daar stems uit. Is dat een proces wat daar wat heen en weer gaat? Dus waar je... hij stuurt op een gegeven moment wat op en dan zeg je... Goh, vind ik te gek, maar ik wil er nog wat aan bijdragen. Ja. Totdat je uiteindelijk tot een stereo track komt? Ja, je hebt het al eigenlijk ongeveer wel in je hoofd. En als hij zegt, ik heb wel een te lange galm op dit... Of te korte galm op dat. Of een effect of iets gedaan. Dan, ja, dat vind ik niet zo mooi. Moet eraf of de kick plopt er wel genoeg door. Of de snare kan zachter. Of de gitaar moet daar in dat stukje iets harder. Of de melodie komt er niet goed uit. Of de hoek, die is bedoeld echt als hoek, moet daar gewoon meer een hoek zijn of zo. En zo ga je eigenlijk denken. Je moet een horizon hebben. Als je een track hebt, heb je een horizon. Dus je hebt je vocals. En alles wat er eigenlijk... als een vocal er niet is, want daar gaat je oor vaak heen, hè, naar dat liedje. Als je zo'n liedje hebt, dan is dan eigenlijk de horizon je vocal. Maar als er nou een sound bij komt die de vocal moet vervangen, een hoek, dan moet je heel goed in de gaten hebben hoe hard die zit ten opzichte van de horizon. Dus je moet het gehoor hebben van, oh, als luisteraar niet dat je een keide hoek hoort, of een hele zachte hoek hoort. Het moet in balans zijn met de vocal. Ja. Dus er moeten wel gaten vallen en je hebt andere frequenties en zo, maar je hebt altijd wel de hoek van... Ik draai altijd echt miniem mixen af. Op heel laag niveau. Zodat ik weet, hoe is die horizon? Hoe zit die horizon? Net of je ogen zo dicht doet en dan zo eigenlijk die horizon ziet. En dan, hoe verhoudt zich die melodie en waar je oor heen gaat, hoe verhoudt zich dat tot de horizon? En daaronder zit er ook een lijn en dat geldt voor de kick. En daaronder zit ook weer, en dat geldt weer voor de head en de hoge frequenties. Ja. Dus iedere keer heb je dat zo van, hoe verhoudt zich al die dingen die daar gebeuren, of die dingen hier en die dingen hier, hoe verhoudt zich dat tot elkaar, tot die lijnen en tot het sublaag toe, zeg maar, van is die kick, zit dat het laag niet in de weg? Maar ja, je hebt natuurlijk allemaal trucken bij mixers die gewoon dan het laag wegdrukken als die kick naar voren komt. Dat soort dingen, snap je? Dat soort trucjes die je uit kan halen allemaal. En zo ga je eigenlijk te werk. En als je dan, heb je nu het hele bandje bij elkaar, hè? Behalve de vocals nog niet. Dus dan ga ik even uit van de stems. Dan heb je de kleine focus uit. En dan heb je... heel veel, hè? Ja. Maar alles heeft zijn plek. Ja. Dus alles vult het aan. Het lijkt net of wij live aan het spelen zijn. Maar dat doen we niet. Het is wel live gespeeld, maar je vult allemaal dingetjes in, gecontroleerd, geproduceerd, om toch die levendigheid ding erin te zoeken. Dat vind ik persoonlijk heel tof. En ik denk Mark vindt dat ook heel tof. Dan ga je naar de vocals kijken. En dan ga je kijken, wat is dan de basismelodie. Even kijken, hoe moet ik even zoeken. De lead. Undisturbed, completely unaware. Nou,
Ik ben altijd voorstander van lead dubbeling. Undisturbed, completely unaware. Berries tangled in my hair. Eigenlijk een soort even tijd, een soort ding dat je de stemmen erbij krijgt. En zoals vroeger deden natuurlijk heel veel. Maar nu, ik vind het tof om dat gewoon zelf te doen. De vocalisten met wie ik werk kunnen allemaal dubbelen. En dan krijg je een soort phasing effect dat ik zelf altijd heel tof vind. Be on my skin, be at my feet, be on my lips, feel your last heartbeat. Fly, 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 fly. Ik heb best wel veel tijd besteed aan het analyseren van stems van bekende tracks of zo. Van de Queen of van Motown, die is allemaal in omloop. En hoor je altijd in die vocals, je hoort gewoon altijd een soort rommeligheid. En die rommeligheid wordt altijd één geheel. Dat vind ik heel tof. Dan gaat het van leven. Dat het niet echt rete strak is. Dus dit is natuurlijk ook een beetje, kan nog een beetje bijgetuned worden. Dat zal Hans vast wel gedaan hebben. Kleine nootjes en kleine ditjes. Want het geeft natuurlijk niet alleen maar een chorus-achtig effect. Maar het maakt de vocalen natuurlijk ook breder. Want die timingen van die verschillende tracks, die zullen allemaal een klein stukje verschillen. En daardoor klinken ze wat dikker. En je krijgt, ik doe ook een low erbij. Nu zingen ze hoog, maar een octaaf eronder. Undisturbed, completely ik krijg een bottom. Aware. En whisper. Beauties tangled in my hair. Heel zacht. Heel zacht, close. Zie je? En dan krijg je daar, en dan krijg je dat dit zo zijn. Be on my lips, feel your last heartbeat. Be my sweetest goodbye. You'll be my sweetest goodbye. Fly, 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 fly. Kijk, dat is dan deze mooie noot van Nicole. Maar eigenlijk wat je nu hoort, hè, dat realiseer ik me eigenlijk nu. Wat je nu hoort is eigenlijk alle noten uit de gitaar-arpeggio. Ja. Dat is eigenlijk precies. Je hebt het eigenlijk gewoon uit elkaar getrokken. Zo, of heb je het eigenlijk gewoon stem voor stem uit elkaar getrokken. Ja. Er zit er nog een soort tegenstem in. Zo, een klassiek ding. Dus dan krijg je dat. Maar is het ook precies in een soort BE. Openstaan, BE. Ja. En ze zingt natuurlijk de hele tijd dit door. De B. Wat? Ja. Dit is de noot B die in elke gitaarakkoord zit. De openstaan B. De B. De B. Daar komt de B vandaan. Was een. En het is allemaal live. Dit is allemaal live. Er is nog helemaal niks aan gechopt of zo. Dus het is gewoon zo ingezongen. Want dat zou je kunnen zeggen is, op het moment dat je naar Hans toe gaat, dan ben je al aan het choppen geweest. Heb je het al ritmisch gezet? Ja, dat, alles al schoongemaakt. Ja. En dan gaat het naar Hans, dan krijg je een x-aantal stems krijg je terug. Daar moet op een gegeven moment moet het moment worden bepaald van oké, nou wil ik een stereo track hebben, want nu is het af. Ja, maar hij stuurt de mix terug. De standaard mix, van links-rechts, de mix. En die stems die zijn dan gemaakt om eventueel nog verandering te kunnen doorvoeren. Kijk, ik wou nog even verder gaan met de vocals. Want dat is natuurlijk, hier heb je dan de vocal response. En de. Wacht even hoor. Kijk wat hij er dan mee gedaan heeft. Oh. Ja, maakt een soort midi, hè, met een soort effect. You are my little butterfly. En toch heb ik het gevoel hier. My head completely unaware. Die melodie komt over. Ja.
up. Zo, en zo maak je die voice eruit laten. Die komt eruit, zeg maar. Skin, be at my feet. Kijk, dat is produceren. Zo maak je tot één grote stapeling van alles erop en eraan. Nou ja, dan kan je het live doen. En dan kan je het live gaan spelen zoals dit. Want je krijgt het nooit als bandje met elkaar. Je moet met een heel orkest gaan spelen. Ja. En allemaal percussie en allemaal dit. Want je kan het nooit als drummer alleen spelen. Je kan het nooit als bassist alleen spelen. Gitaar lukt nu wel, maar je hebt een penspeler nodig. Soms zijn er wel drie gitaarpartijen over elkaar. Dus dan moet je een keuze maken. Dus dan kan je beter gewoon het liedje spelen. En de rest maar laten. En af en toe een beetje uit die suggereren dat het er is. Dan dat je alles letterlijk gaat naspelen. Ja. Want dat lukt je niet. Ja. Of je moet een hele grote band hebben. Ja. Dat kan heel graag willen. Het basisidee van die nummers hier is natuurlijk wel dat het speelbaar moet zijn. Snap je? Dat het nummer zelf moet blijven staan. Ja. Snap je? Het moet ook kaal, moet het ook een goed liedje zijn. Ja, ja, want kijk, als we nou weer teruggaan van naar het begin. Als je dan... dan gaan we weer eventjes naar deze toe. En dan pakken we één vocal lead. En dan pakken we één gitaartje. Dus zou ik deze moeten pakken omdat het dubbel is. En ik en één basje. Basje, low, misschien met een melodie. Nou, dan heb je eigenlijk... Dit is het liedje. Nog steeds goed. Ja. Ja. Beetje vals. Kleine tuning dingetjes. Hier zijn we de mooie trombones vergeten. Er zitten hele mooie trombones in. Ook weer gestapeld. Dus om die lick te spelen. En dan zul je nu, als je dat filmpje ziet, kan je zien hoe wij dat dan live spelen. Ja. Nou, te gek. Dankjewel Stefan voor deze uitleg. Ja. Het is echt ontzettend leuk om in de keuken te kunnen kijken. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk.